Goedemiddag allemaal. Vandaag weer drie onderwerpen. Het eerste onderwerp gaat over het Utrechtse schip in Zuilen. We gaan een kijkje nemen in het Zuilend Museum. Het tweede onderwerp is de straatvraag. Wij vragen de mensen, wat wilde u worden? En wat bent u geworden? En het derde onderwerp gaat over de Marnixlaan, de geschiedenis van de Marnixlaan. De scheidslijn tussen Zuilen en Ondiep. Veel kijkplezier! Goeiedag en we staan hier voor het Museum van Zuilen, waar je prachtige dingen kan ontdekken over onze wijk Zuilen. En we gaan in gesprek met Wim over het Utrechtse schip, wat gevonden is bij de aanbouw voor de werknemers van de wijk Zuilen, voor de Demka en de werkspoorfabrieken. Het is het Utrechtse schip. Was lange tijd was het het idee dat het een Romeins schip was. Dat is dus gebleken dat het dus later is dan teruggeblazen, want dat, zo oud was het niet. Maar het is wel het toenmalig, het oudste schip wat ze gevonden hebben hier in de regio, toen. En ja, met afstand toch wel het meest bijzondere object wat in de historie hier in het Zuiderse gevonden werd. Door die gemeanderde vecht krijg je dus op een gegeven moment dat er dus uiteindelijk wel een product is geweest wat in de vecht gevaren heeft. Het schip is dus echt als voertuig in de vecht bezig geweest. Alleen op een heel andere plek als dat de vecht tegenwoordig ligt. Maar dat komt in de loop der eeuwen, verandert zo'n loop van de vecht door de natuur. Tegenwoordig wordt het allemaal wat meer beheerst, maar toen was het gewoon een kwestie van de natuur moet zo'n loop hebben en dat was toen heel gewoon voor de vecht. En van wie was het schip? Ja, daar zijn ze niet helemaal uit. Wat ik, de handelsschip, van wie het was, weet ik niet. Het was een handelsschip, er werd veel handel gedreven met het achterland natuurlijk. En ja, dat ging vroeger allemaal over water. Dus ook langs de Vecht kwamen dus die handelsschepen langs. En op een gegeven moment, ja, of dat het nou in een storm aan land geblazen is, of dat het dus op de een of andere manier teloor is gegaan, dat is niet bekend, de geschiedenis is daar niet helemaal duidelijk over. Maar wel bijzonder is dus dat het dus gevonden is überhaupt. En ja, dan denk je van ja, Museum van Zuilen, het schip is gevonden net over de grens met Zuilen en Utrecht. Het is in Utrecht gevonden, jammer genoeg. Maar ja, wat moet je nou als Museum van Zuilen dan met het Utrechtse schip? Ja, we zijn er dan toch wel... Zover ben ik er wel ingedoken dat we kunnen er toch trots op zijn hier in Zuilen. Omdat het ontdekt is dankzij de ontwikkeling van de gemeente Zuilen. Die gemeente Zuilen ontwikkelt zich heel sterk in het begin van de vorige eeuw door de komst van Werkspoor en Demka. Twee hele grote fabrieken, een bruggen- en wagonfabriek en een staalfabriek. En die komen naar Zuilen toe en die vergen dus heel veel personeel. Er komen heel veel mensen werken op die fabrieken. Maar die willen ook een beetje in de buurt van die fabriek wonen. Ja, en dat is dusdanig grootschalig dat de gemeente Utrecht geeft dan aan de gemeentearchitect, meneer Holsboer, en aan meneer Berlage uit Amsterdam de opdracht om een stedenbouwkundig plan te ontwerpen. Een wegenplan voor de stad Utrecht. Er wordt van alles bedacht, tot en met een vliegveld. Maar een van de items die meneer Berlage leuk vindt bij zijn ontwerpen, dat als er een beetje invalsweg, daar hoort een sloot in de middenberm of daar langs die weg te lopen. En dankzij het graven van zo'n sloot is het schip ontdekt. En nu is de Van Hoornenkade, waar het dus ooit voor gegraven was, die is weer dicht. Maar kunnen we hedendaags nog iets terugzien van het schip? Ja, dat is weer dankzij die werkgroep Directe Voorzieningen, die dus heel veel doet om het ja, herinneringen in het straatbeeld terug te brengen. En er is een jaar of 15 geleden het idee gerezen van we moeten een replica van het schip op de vindplek maken. En dat is dus een staalconstructie geworden. Met weer een wind en hufteproef moet het allemaal zijn tegenwoordig. Maar die geeft wel heel mooi aan de locatie waar het ongeveer gevonden is, want ook dat is, hij is inmiddels ook alweer iets opgeschoven, want er waren omwonenden die er last van hadden. Dus hij is iets meer naar de entree van de school toegebracht, maar vrijwel op de plek waar het schip uiteindelijk opgegraven is.
Kunt u aanwijzen waar de boot exact is gevonden? Niet exact, wel ongeveer. Hier heb je dus een plattegrond van zuilen. En hier zie je dus ook heel duidelijk de grens lopen tussen Utrecht en Zuilen. En op die Van Hoornekade is dus net hier op deze kruising bij de Van der Markstraat is ooit het schip gevonden. De replica ligt nu hier, zo'n beetje ter hoogte van de school, de Lutgerschool zoals die tegenwoordig heet. Vroeger was dat de Groen van Prinsteren school. Hij heeft ook een tijdje hier gelegen. En hier zie je dus ook dat heel goed die tekst van Hoornekade, dat is dus de sloot. Hè, dus waar die lag, dat is hier ook nog het geval. Dat heb je dus ook de sloot, de Van Hoornekade, Van Touwkade, Van Egmondkade. Het heet niet van niks kade, hè. Dat waren dus echt allemaal wegen met een sloot. Dankzij meneer Berlager. Wat wilde jij graag worden? Ik wilde vroeger graag kinderpsycholoog worden. Nou, ik wou vroeger een hoop geld verdienen en ook rentenier worden. Ik weet niet wat ik wilde worden. Nou, ik wilde later wilde ik eigenlijk heel erg graag tandarts worden. Ik had niet echt zo dat ik politievrouw of balletdanseres wilde worden. Ik wilde ontwikkelingswerk gaan doen in Afrika. En ik dacht, het wordt of dat, of ik blijf in Nederland en er komt een gezin. Vroeger wilde ik architect worden. Nou, daar had ik nog geen idee van. Ik denk dat ik later iemand word die wel stevig in zijn schoenen staat. Ja. Die zijn eigen pootjes kan doppen. En die niet afhankelijk is van andere mensen. Het leek me erg leuk om huizen te ontwerpen en daarmee bezig te zijn. Misschien ook omdat ik vroeger al veel met Lego speelde. En het ook leuk vond om daarmee allerlei dingen te bouwen. En, dat vind ik nu ook. Dat vindt hij nu ook leuk. Dus dat zit in de genen, denk ik. Toen ik klein was, toen wilde ik juf worden. Waarom wilde u dat worden? Nou, misschien was dat wel omdat mijn vader was leraar. Ja. En ik denk ook dat ik dat met de paplepel ingegoten heb gekregen. Balletdanseres. Balletdanseres? Ja. Hoezo balletdanseres? Nou, dat vond ik heel romantisch en die tutu. Ja, het gewoon vanaf klein meisje. En dat heb ik wel volgehouden tot mijn 18e, denk ik. Dat ik dat nog steeds dacht dat ik dat misschien worden kon. Wat bent u uiteindelijk geworden? Ik ben landmeter geworden. Eerst militaire dienst heb ik gezeten. En daarna, mijn vader was bode op het arbeidsbureau op de Breedstraat. Ja. En ik kreeg een baantje. Toen ben ik eerst bij voor het landmeter. Toen ben ik eerst bij de Heidemaatschappij een jaartje gezeten. Nou, de Heidemaatschappij. En toen bij de Grondmeijer een jaartje. Grondmeijer, beroemde namen. En toen bij de provincie. Tot aan mijn pensioen, voor vroeg pensioen. Altijd landmeter? Ja, altijd. Betaald wandelen. Ik ben bezig met de opleiding psychologie. Wel een andere kant. Ik ga nu de neurokant op. Maar toch wel een beetje dezelfde basis. Ja. En waarom wil je dat worden? Ik wilde vroeger heel graag kinderen helpen. Ja. En nou ja, dat helpen is eigenlijk wel een beetje gebleven. Maar nu is de doelgroep wat anders geworden. Maar... Dan was u toch juf geworden? Nee, dan was niet juf. Dan was ik denk ik wel in de gezondheidszorg. Maar ik denk verpleegkundige. Verpleegkundige? Gespecialiseerd verpleegkundige. Ik wilde later wilde ik eigenlijk heel erg graag tandarts worden. Tandarts worden, kijk eens ja, aan. En daar ben ik dus ook uiteindelijk voor aangenomen. Dus ja. Dat doel heb ik al bereikt, gelukkig. Oké. En nu het doel verder is om daar die studie af te ronden. En wat bent u geworden? Medische secretaresse. U werkt nog steeds? Jawel, ik heb het wel naar mijn zin. Maar als ik het over zou kunnen doen... Dan had ik het niet zo gedaan. Ik heb wel diverse dingen gedaan, maar uiteindelijk ben ik op kantoor terechtgekomen. Diverse kantoren als secretaresse, zeg maar. Ik zit nu in de onderwijslogistiek. Hoe zit dat? Met name in het mbo en hbo zorgen dat de leerlingen op de juiste plek hun lessen krijgen. En de programma's die daar de berekeningen voor doen, zorgen dat die goed werken en dat het goed ingevoerd wordt. Ik ben sociale geografie gaan studeren. En toen bleek ik van alles leuk te vinden. En toen dacht ik, als ik nou aardrijkskunde ga geven als docent, als lerares, dan kan ik dat blijven doen. Dat blijft lekker breed. Ik doe nu nog acupunctuur en ik bouw een beetje af. Oké, okay. Ja. Maar je bent wel in de zorgsector gebleven dus? Ja, toch wel heel leuk, ja.
U heeft het naar uw zin? Ja, en ik kom elke dag hier in de park. Bent u wel gelukkig? Ja, ja, ja. Ja, ik heb 2 gezonde kinderen, dus ja. We zijn gelukkig nog met z'n tweetjes en we zijn actief, dus we doen van alles en nog wat. Ja, dat is echt het allerbelangrijkste, dat je naar je zin hebt, denk ik. Ik ben heel gelukkig in mijn baan. Ja. Ja hoor, helemaal. Zuilen is nu een prachtige wijk in de gemeente Utrecht. In 54 verloor dus Zuilen zijn zelfstandigheid. Al in 1920 kwam de gemeente Utrecht met plannen hoe ze Zuilen zouden gaan bebouwen en gaan veranderen. Bijvoorbeeld wegen aan te leggen. Dat is natuurlijk toch wel een bepaalde arrogantie. Als je nu al, laten we zeggen, 34 jaar voordat een gemeente eindelijk wordt opgeslokt door jou, gaat beslissen, wij willen daar een weg aanleggen, we willen daar gaan bebouwen, we gaan die mensen onteigenen. Nou, dat was precies wat er gebeurde onder leiding van de architect Berlage en de directeur van de gemeentewerken Holsboer in 1920. Een groot plan om de gemeente Utrecht toen in 1920 uit te breiden. En dat stuit op enorm veel verzet van de omwonenden, de omliggende gemeentes, onder andere van burgemeester Norbruis. Daarom is het plan na een paar jaar iets aangepast. En toen heeft men vanaf 1923-24, dus 100 jaar geleden, onder andere een aantal wegontsluitingsroutes gemaakt. En een van die wegen om de stad te ontlasten is de Marnixlaan. En we staan hier bij de Marnixlaan. En dat is nu de grens tussen Ondiep, de oude gemeente Utrecht, en Zuilen. Dus de Marnixlaan is wel een belangrijke grens. De Marnixlaan is genoemd naar Philips Marnix van Sint-Aldegonde. Wie was Philips Marnix van Sint-Aldegonde? Hij is geboren 1540 in Brussel. 1598 in Leiden is hij overleden. Hij was een zeer intelligent man. Hij was een assistent van de vader des vaderlands, Willem van Oranje. Willem van Oranje heeft hem regelmatig uitgezonden als een soort diplomaat, als een soort onderhandelaar. Hij is ook een paar keer gevangen genomen. Hij heeft in 1573, 1574 hier in Utrecht gevangen gezeten. En toen heeft hij psalmen vertaald. Hij was een orthodox protestant Calvinist. Hij heeft ook geschreven De Bijenkorf, de Bienkorf der Roomsche Kerk. Een satire op wat er allemaal misging in de katholieke kerk. Tja, hij was nou eenmaal conservatief protestants. Willem van Oranje was blij met hem. En hij heeft dan ook allerlei teksten geschreven. En waarschijnlijk was hij ook de auteur of een van de mede-auteurs van ons volkslied. Het Wilhelmus. Het Wilhelmus bestaat uit 15 strofen. Die allemaal beginnen met een andere letter. Willem van Nassau. Dat is dan een naamdicht, een acrostichon. En in dat naamdicht voel je dat de hoofdverteller, de hoofdpersoon, Willem van Oranje is. En hij strijdt met zijn gevoel om trouw te blijven aan de Spaanse vorst, waar hij ooit trouw aan gezworen heeft. En ja, hij wil opkomen voor de gewone Nederlander die vrij wil zijn. Hij wil God dienen. Die twee strijd, eigenlijk de drie strijd, die komt heel erg naar voren in dat Wilhelmus. En het maakt eigenlijk niet uit of Philips Marnix van Sint-Aldegonde nou de echte auteur is of mensen uit zijn omgeving. Hij was zeker trots op dat verhaal. En dat volkslied is nog altijd een van de bekendste volksliederen, een van de oudste volksliederen ter wereld. Alleen de vraag is of Philips Marnix van Sint-Aldegonde blij is met zijn straatnaam hier in Utrecht. Want hij heeft hier gevangen gezeten en zo leuk vond hij het niet. Dus wat dat betreft past het wel bij de gemengde gevoelens die Zuidenaren, Zuidenezen hebben bij Utrecht. Dank u wel voor het kijken naar deze 3 onderwerpen. Heeft u ideeën? Laat het ons weten en mail het ons. Ik hoop dat u heeft genoten. Tot de volgende keer. Bye.